Ja, de man die na een klein uurtje voetballen deze wedstrijd openbrak, staat hier, Gini Wijnaldum. Was jij net zo opgelucht als de rest van het elftal en de coach ook met name? Ja, toch wel. We speelden de eerste helft niet zo sterk en kwamen eigenlijk onder druk. En ja, je weet dat als hun een goal maken dat het heel moeilijk gaat worden. En ja, gelukkig maak ik de 1-0 waardoor het makkelijker is om te voetballen. Was toen ook in één klap de nervositeit die misschien ook wel in het spel zat weg? Nee, weet ik niet. Ik kan niet voor andere spelers bepalen. Ik was niet nerveus. Maar misschien anderen wel, dat weet ik niet. Misschien omdat ook dat de Eshek van 2 jaar geleden nog door jullie hoofd speelde, de eerste helft? Niet bij mij. Dit zijn 2 jaar geleden en ja, je moet in het heden kijken. Maar niet verleden. Kun je stellen dat deze kwalificatiewedstrijd, deze 2 tegen Slowakije, misschien wel symbool hebben gestaan voor de hele kwalificatiecampagne van het EK? Ja, natuurlijk. Maar ik denk dat het altijd wel zo is. Je speelt natuurlijk om eerste te worden. Om een goede uitgangspositie te krijgen in de play-offs. En ja, dat hebben we nu gehad. En ja, dan zijn deze 2 wedstrijden gewoon heel belangrijk. Ja, de tussenbalans, als je kijkt naar de uitslagen van de eerste wedstrijden, laten zien dat het EK in juni een heel sterk bezet EK zou kunnen worden. Frankrijk, Engeland, Italië, Spanje. Dat is een prachtig affiche. Nee, ik denk dat het heel mooi is. Je ziet wel eens dat de mindere landen doorgaan naar het EK. En nu ziet het ernaar uit dat hele sterke landen gaan. En ik denk dat het het EK alleen maar leuker maakt. Daar heb je zin in, hè, in juni? Ik heb er heel veel zin in, ja. Dankjewel.